Goedemiddag, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Parkinson TV, de eerste van dit jaar. En we gaan vandaag praten over voeding en Parkinson. We hebben in het verleden al een paar meer uitzendingen hierover gemaakt, maar het blijft gewoon een heel actueel thema. Dus vandaar dat we vandaag weer met elkaar gaan praten over, is er een Parkinson-dieet? Wat is nou gezonde voeding? En een aantal andere nieuwe ontwikkelingen en misverstanden rondom voeding komen aan bod. Ik heb natuurlijk weer drie gasten aan tafel zitten. Allereerst Gerry Jansen. Jij hebt de ziekte van Parkinson en ook een aantal keer contact gehad met een Parkinson-diëtiste. Zij zit ook naast jou, Karin Overbeek, diëtiste en werkzaam als coördinator bij het coördinatiecentrum van ParkinsonNet in Nijmegen. Ja. Fijn dat je er bent. Mm-hmm. En natuurlijk Bas als hoogleraar en Parkinson-neuroloog ook weer om jouw kennis hier te delen aan tafel. Fijn dat jullie er zijn. Ook u thuis kunt uw bijdrage leveren. Mocht u nou een vraag hebben over voeding, dan kunt u die stellen via de website. En aan het einde van deze uitzending proberen we uw vragen dan te beantwoorden. Gerry, ik wil graag bij jou beginnen. Je hebt in 2007 de diagnose Parkinson gekregen. Hoe ging dat voor jou de jaren daarna? Ik heb in 2007 de diagnose gekregen, maar 2 jaar van tevoren waren eigenlijk al de eerste klachten achteraf terugredenerend. Aan de Parkinson te wijden. Dus na 2 jaar kwam de diagnose Parkinson. En in eerste instantie had ik zoiets, dat kan niet, want ik ben pas 50 jaar en Parkinson is voor oude mensen. Hm. Een stukje ongeloof. Ik heb toen in Nijmegen een second opinion gehad, waardoor de diagnose bevestigd werd. En toen heb ik een jaar nodig gehad om te houden, want je hebt toch een bepaald toekomstperspectief. En dat valt in duigen, en dan moet je een andere vorm aan geven. En na een jaar ben ik pas gaan zoeken naar wie kan mij helpen bij zo optimaal mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de Parkinson. Ja. Ja, en je bent toen ook op een gegeven moment bij Karin gekomen, diëtiste. Ja. Met welke vragen kwam je bij Karin? Ik viel op dat moment heel erg af. Ik at toch fatsoenlijk, dus behoorlijk. En, je at fatsoenlijk, zei je, of behoorlijk? Wat zei ik, ik had gewoon 3 keer per dag een maaltijd en ik viel toch af. Dus ik was aan het zoeken, wat is de reden? Hmm. En de neuroloog waarschuwde ook op, let op dat je niet te veel afvalt, want dan krijg je problemen. En toen ben ik doorverwezen naar Karin. Oké, ja, en Karin, Gerry benoemt al iets, hè? Ze verloor gewicht. Mm-hmm. Wat voor soort vragen stellen mensen als ze bij jou komen, als mensen Parkinson hebben? Nou ja, dat kan dus een vraag zijn zoals Gerry, hè, van ik val af. Maar het kan ook zijn dat mensen aankomen in gewicht eigenlijk, hè, doordat ze... Ja, toch een ander leven krijgen, ook door de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld. Het kan zijn dat ze... Hoe bedoel je een ander leven? Ja, dat ze bijvoorbeeld niet meer naar hun werk kunnen fietsen of dat het werk niet meer lukt. Hè? Dus dat ze eigenlijk minder calorieën verbruiken eigenlijk, als het ware. Wat natuurlijk ook is, als je weet dat je de ziekte van Parkinson krijgt, dat je ook gaat nadenken van, god, wat kan ik er zelf aan doen? Hè? We weten bijvoorbeeld dat bewegen heel goed is, maar je gaat ook naar je voeding kijken van, god, kan ik met voeding mijn ziekte gunstig beïnvloeden? He, dus daar krijgen we ook veel vragen over als diëtist. En wat natuurlijk ook kan gebeuren is dat je door de ziekte van Parkinson voedingsproblemen krijgt, zeg maar, waardoor het moeilijker is om, zeg maar, om goede voeding binnen te krijgen. He, dus dat je kans op tekorten hebt eigenlijk. En daar kunnen we ook samen naar kijken. Ja, ja. En hoe, als mensen dan bij jou, of misschien eerst, misschien goed, want daar doe je al een voorzetje voor, hè? Bas, als we... daar kunnen jullie elkaar denk ik ook op aanvullen. Als we het hebben over de ziekte van Parkinson of atypisch Parkinsonisme, wat zijn nou... klachten of problemen rondom voeding die je kan verwachten of die je veel ziet? Maar gemiddeld herken ik het verhaal. De meeste mensen vallen af. En dat heeft een aantal redenen. Eén is, mensen hebben vaak slikproblemen, waardoor het eten wat minder makkelijk gaat. Mensen ruiken minder, vooral mensen met Parkinson hebben dat. Mm-hmm. En als je minder ruikt, smaakt je eten ook minder. Dan hebben mensen vaak luie darmen, obstipatie, soms zo erg dat eten ook een opgeblazen, pijnlijk gevoel geeft. Mm-hmm. Mensen drinken vaak ook minder vanwege urine-incontinentie, waardoor ze, terwijl ze juist veel moeten drinken om die darmen op gang te houden. Dus eigenlijk is het een heel complex samenspel. En dan komt er nog eens een keer bij dat, als het ware, mensen met Parkinson in een wat hogere verbrandingsmotor staan, dus gewoon sowieso, ook al eten ze goed, de neiging hebben wat meer af te vallen. En er is een laatste factor nog, dat mensen door de pillen,
overtollige bewegingen kunnen krijgen. En dat kost gewoon energie. Dus mensen met Parkinson die die wiebelige bewegingen hebben, de dyskinesieën, die lopen als het ware elke dag een halve marathon en verbranden dus gewoon meer energie. Ja. Het is heel complex en een diëtist gaat dan heel systematisch, maar dat is jouw ervaring, al die factoren na en probeert er wat mee te doen. Ja, ja. Ja, dus als je dat zo schetst, denk ik, je hebt nu 5, 6 redenen genoemd waarom je gewicht zou kunnen verliezen bij de ziekte van Parkinson. Mm-hmm. Herken jij dat ook? Zijn dat ook dingen die bij jou speelden? Overbewegelijkheid speelt een rol. Incontinentie, obstipatie, dat zijn allemaal zaken waar ik ook mee te maken heb. Ja. En je herkent dan... Ruikt niet. Ruikt niet, nee. Dat speelt niet bij iedereen. Nee. Oh ja. Dus sommige mensen verliezen reuk en daarmee smaak, maar sommige mensen ook. Ja, maar ook niet iedereen. Het is nooit, en dat maakt Parkinson zo uniek. Mm-hmm. Ik zeg altijd, er zijn 50.000 vormen van Parkinson in Nederland. En jij bent er ook weer eentje van. Mm-hmm. Het is bij iedereen anders. Het is altijd zorg op maat. En dus moet je heel systematisch kijken, wat speelt bij jou een rol en hoe kunnen we dat aanpakken? Ja, ja. En Karin, als mensen dan bij jou komen, wat moet ik me dan voorstellen bij hoe zo'n behandeltraject gaat? Of noem je het behandelen of noem je het adviseren? Ja, begeleiding eigenlijk. Ja. En nou ja, je gaat natuurlijk heel erg uit van de vraag van de cliënt, zeg maar. Waar willen die bij geholpen worden? Maar het is inderdaad dat je ook de risico's op tekorten gewoon heel erg volgt, zeg maar. Dus we gaan heel erg kijken van wat is iemand gewend om te eten? En gemiddeld genomen lopen we dan zeg maar zo'n laatste week gewoon na, zeg maar. Hoe ziet jouw voeding eruit? En in feite zeggen we, de gezonde voeding, zoals eigenlijk door het voedingscentrum de schijf van 5 wordt geadviseerd, dat is een hele goede basis. Want die biedt alle beschermstoffen en bouwstoffen, alle vitamines, eiwitten en antioxidanten, allemaal stoffen die we echt nodig hebben, die het lichaam zelf niet kan maken. Dus die moet je echt uit je voeding halen. Dus we gaan checken of dat lukt om dat voldoende binnen te krijgen. Aan de hand van het gewicht kunnen we ook kijken, krijgt iemand voldoende energie binnen wat Bas net vertelde. Want je verbruikt natuurlijk meer aan energie. En dus het gewicht is een goede maat om te kijken hoe we daar mee zitten. Ik moet wel zeggen dat mensen, tegenwoordig zijn we in Nederland heel erg gewend om te lijnen. En wat je vaak ziet bij het gewicht, dat het is in de aanloop naar de diagnose vaak al een beetje... Ja, dat mensen heel erg makkelijk aan het afvallen zijn. En soms vinden het mensen super fijn, want dan denken ze van, ja, nou lukt het eindelijk. Ja. Dus ik denk dat de diëtist ook altijd probeert heel goed dat gesprek aan te gaan. Want wat wil die persoon zelf? Ja. Kijk, want als die 80 kilo woogt en die denkt, ja, nou ben ik toch eindelijk die 70. Ja. Ja, dan kan die daar super blij mee zijn. Terwijl wij denken, als je meer dan 3 kilo in een maand of 6 kilo in een half jaar afvalt, ja, dan ben je echt je reserves aan gebruiken en doe je jezelf eigenlijk tekort. Ja. Dus het afvaltempo, daar moet je ook heel erg naar kijken. Want dat geeft een beetje aan hoe je met je voedinginname zit. Ja, dus enerzijds zeg jij, ik bevraag iemand met welke vraag die komt. Hè. Vervolgens ga je monitoren wat is het eetpatroon van iemand. Ja. Ja. En je geeft aan dat het monitoren van het gewicht. Dus dat je eigenlijk afspraken maakt over het consequent meten van gewicht. Of hebben jullie dat bij jou ook gedaan? Ja, ik heb een maand lang iedere week bijgehouden hoeveel kilo... werd gewicht bijgehouden. Ja. En ik ging bij Karen weg met een heel concreet lijstje van wat op een dag nodig was aan lunch, of ontbijtlunch en avondmaaltijd. Maar ook met de tussendoortjes erbij. Het was echt, het product werd zelfs benoemd. Dus want wat voor een advies, jij kwam daar van, nou ik verlies gewicht en eigenlijk meer dan naar wens, zeg maar. Hè? Ja. Met welke adviezen ging jij naar huis? Met name van gebruik tussendoortjes om het systeem goed in gang te houden. En gebruik vooral volle producten in plaats van light producten. Dat was eigenlijk de essentie van het verhaal. Ja. Heb jij daar nog wat op toe te voegen, Karin? Als mensen nou veel gewicht verliezen? Ja. Gerry noemt 2 adviezen. Ja. Nou ja, inderdaad dat je probeert wat vaker te eten. Hè, maar in de praktijk kan dat natuurlijk best lastig zijn in combinatie met je medicatie. Of het past niet bij je, hè, want dat bleek bij Gerry heel erg het geval. En dus dan moet je heel erg gaan kijken naar welke producten kies je dan. Hè, en dan zijn light producten eigenlijk uit den boze. En dan is een heel bord vol salade, levert natuurlijk veel minder calorieën dan wanneer je daar een kleine portie gekookte groente van maakt. Ja. Dan krijg je het op een makkelijkere manier binnen. Nou, want dat is dan waar ik ook over nadenk als je Parkinson hebt. We hebben het nu over gewichtsafname, maar je hebt het ook nog over, ik moet dat klaar kunnen maken. Ik moet het tot mij kunnen nemen. Ja. En als ik dan denk aan een ingewikkelde salade die je met messen... Nou, het is allemaal veel ingewikkelder dan een paar happen... Ja.
Ja. Gekookte groenten bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, überhaupt door de tremor, hè, en door de ziekte kan het inkopen, het klaarmaken van het eten natuurlijk toch veel lastiger worden. Dat kan ook maken dat mensen daardoor minder gaan eten. Ja, kijken jullie daarnaar? Of ja, wij signaleren dat, wij vragen daar wel naar natuurlijk. Hè. En kijk, en het kan ook nodig zijn dat je dan zegt van, joh, misschien moeten we eens gaan kijken met een ergotherapeute of die jou daar handige tips en ondersteuning in kan bieden, hoe je dat op een makkelijkere manier kan doen. Maar het kan ook in de praktijk betekenen, hè, dat mensen gewend zijn om 4:30 te beginnen met het klaarmaken van het eten en dan om 5:00 gaan eten. Maar dat je misschien 's morgens de aardappels schoon met de koffie moet schillen. Hè, dat dat ook kan. Dus we geven ook wel tips hoe dat makkelijker kan. Hè, en ik denk dat de ergotherapeut daar ook een hele belangrijke rol is. Dus die samenwerking zoeken we heel erg. Ja, ja en er schiet me even iets binnen. Als je het hebt over Parkinson-problemen in het algemeen, weten we natuurlijk ook dat kauwen en slikken een probleem kan zijn. Je noemt net de ergotherapeut. Is dat dan ook een gangbare weg om eens contact te zoeken met een logopedist of iemand daarnaar te verwijzen? Ja, dat speelde bij Gerry helemaal niet. Hè, maar inderdaad, de logopedist is degene die bekijkt of iemand daar problemen, die kan ook goede, die diagnosticeert dat eigenlijk en die kan daar voor ons ook de leidraad in geven van hoe moet je daarmee omgaan. Hè, dus die samenwerking is er eigenlijk altijd. Ik denk dat je bij verdenking van kou- en slikproblemen begin je bij de logopedist en op het moment dat dan de samenstelling van de voeding veranderd moet worden, betekent dat voor ons dat je bepaalde voedingsmiddelen weg gaat laten. En dus ook bepaalde voedingsstoffen waarvan we denken, nee, die heb je wel nodig. En dan gaan wij weer kijken van hoe kan je dan toch die voedingsstoffen weer aanvullen, zodat je wel voldoende eiwitten en vitamines en ijzer en al dat soort dingen binnenkrijgt. Ja. En vezels. Ja. Ja. Dus dat is echt een samenspel. Ja. 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 En we hebben het nu voornamelijk gehad over gewicht verliezen. Een aantal jaar later kwam jij terug bij Karin met eigenlijk een hele andere vraag. Hè? Kan je daar iets over vertellen? Ik had in oktober 2016 heb ik een DBS-operatie gehad. Een DBS-operatie is een operatie in hersenen? Ja, waarbij ze elektroden aanbrengen. Hè? Ja. Ja. En ik was binnen een maand tijd was ik 9 kilo aangekomen. In een maand tijd? Een paar maanden tijden, ja. En ik had iets wat gebeurt hier nou? En ze kwam met name in de buik zit het gewicht. En ik kreeg het er niet af. En toen ben ik bij Karen teruggekomen, zo van, wat is hier aan de hand, is dit gebruikelijk? En toen bleek dat eigenlijk heel normaal was dat bij de DBS voorkomt. Maar ik had er nooit iets van gehoord. Dus, Ja, nou ja, onder andere die overtollige bewegingen. Een hele belangrijke reden om zo'n hersenoperatie te doen is als mensen heel heftig overtollige bewegingen hebben, die eigenlijk met aanpassingen van de medicatie via de mond niet meer te regelen zijn. Mm-hmm. En vaak is zo'n operatie er heel effectief voor. Ga je ook omlaag met de medicatie. Mm-hmm. En verbrand je dus in één keer een heel stuk minder energie, terwijl je misschien wel net gehoord had vaker eten. Dus die twee gaan dan uit de pas lopen. Dus het is inderdaad een veelgehoorde observatie dat mensen wat aankomen. Mm-hmm. Hoeft dus niet per se slecht te zijn. Mm-hmm. Het omgekeerde zeg ik zelf ook van, ik vind afvallen ook niet per se erg. Elke kilo die je niet hoeft mee te sjouwen is mooi meegenomen. Mm-hmm. Ik maak me altijd het meest zorgen om ondervoeding. Mm-hmm. Dat mensen heel monotoon en monomaan gaan eten. Ja. Ik ken mensen die alleen nog maar vla eten. Ook niet, bijvoorbeeld de sociale impact, hè. Bijvoorbeeld, mm-hmm. Dus niet meer in publiek durven eten. Ja. Ja. Dat je niet meer samen eten. Eten is een heel sociaal gebeuren. Dat hoor ik ook veel van mensen met Parkinson. Ja. Ja. En dat kan dus ook een reden zijn om die logopedist te vragen. Dus ik vind die ook super belangrijk in dit verband. Ja. Ja. Heel belangrijk om de slang ook vast te houden, samen uit te gaan eten, bijvoorbeeld, en daarvan te genieten. Precies. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou, zeker als dat voor jou ook een vorm is van ontspanning, of met vrienden of met je echtgenoot dingen doen, dan wil je dat ook graag behouden, hè? Ja, ja. Hey, en die gewichtstoename, je zegt in een paar maanden tijd 9 kilo. Je was eigenlijk jaren gewend dat je eigenlijk juist extra moest eten. Wat deed dat met jou? Nou, in eerste instantie was ik heel verbaasd dat dit gebeurde. En toen heb ik op advies van Karin de volle producten ingeruild voor de light producten. Mm. Ik heb me teruggezet op 3 maaltijden. En zeker ook omdat met de medicatie, ik gebruik 6 keer per dag medicatie. En als je daar ook nog rekening moet houden met de medicijnen in de avond. Ja. En het eten. En dan ben je de hele dag met voeding bezig. En daar heb ik gewoon geen zin in. Nee. En dus nou eet ik 3 keer per dag gezond. En ik kom niet aan en ik kom niet, val niet af. Je valt niet af. Dus het is gewoon heel stabiel. Ja. 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 Nou, je zegt al,
3 keer per dag, een maaltijd, hè? Ja. Je hebt een korte video gemaakt van een van die 3 maaltijden, namelijk de lunch. Mm-hmm. Waarbij we een beetje kunnen zien hoe je dat organiseert en waarom dingen belangrijk zijn. Ja. Dus daar gaan we even met elkaar naar kijken. En het is tijd voor mijn lunch. Ik heb om 11 uur mijn laatste pillen gehad, dus ik mag nu wat eten. Ik neem meestal tussen weer zo'n bruine boterham. Vooral bruin dat het goed is voor mijn darmen, die moet ik nog afgedraaid raken. Dan gebruik ik bezaboter bij. En dat is het lekker om daar een plakje kaas op te doen. Ja. En een tomaatje. Dat is lekker fris. Ik doe daar wat zout op, omdat mijn bloeddruk heel laag is. En ik had extra zout nemen, dus ik neem tussendoor al vaker een dropje. Maar bij het brood neem ik ook iets te eten dat zout kan aanvullen. Ik neem maar 1 sneetje, want ik neem verder nog wat yoghurt. En yoghurt is een melkproduct dat goed is voor de eiwitten. Lekker fris, magere yoghurt, 0% vet. En dan doe ik er wat muesli bij, ook weer voor mijn darmen. En dan neem ik een lekker salade van fruit bij, appelpeertje, druifje en een mandarijntje. Heerlijk fris, staat altijd in de koelkast klaar. Je krijgt er zin in, zeg. Nou, wij zeiden net al tegen elkaar, het zou bijna een promofilmpje van Becel hebben kunnen zijn. Hè? Ja. Maar we zijn niet gesponsord. Dit was puur jouw eigen... Nou, wat ik zo leuk vind, is dat je het ook eigenlijk al heel goed toelicht. Hè? Van waarom je die boterham, of waarom die muesli, of waarom die kwark. Hè? Dus de adviezen zijn al een beetje langskomen. Heb je daar nog wat op aan te vullen, Karin? Is dit een beetje wat je ook met veel mensen dan bespreekt? Ja, nou ja, dit zijn wel heel veel items die in een goede voeding bij de Parkinson passen, zeg maar, dat vezelrijke. Hè, Gerry heeft fruit, heel handig dat je het al zo klaar hebt staan. Dat scheelt een heleboel handelingen. Fruit liefst met schil. Nou, het wordt ook nog klaargemaakt, dan heb je het helemaal goed geregeld. Doe jij dat maar. Ja, nee, dat zit niet bij de begeleiding. Nee, okay. Nee. Maar en vezels in de muesli en in het volkoren brood, zeg maar. En inderdaad, een merk boter. dit merk boter had ook een vettere variant. Hè, die heeft ze eerst gehad en nu dan voor een magere variant gekozen. Wellicht eentje die ook nog geschikt is voor je man, denk ik. Maar daar komen we denk ik misschien later nog even op terug. En de vezels in de groente natuurlijk. Hè, want groente is het advies om dat veel te gebruiken. En ja, dat lukt niet. Iedereen, bijna niemand in Nederland, om wat het voedingscentrum adviseert, 250 gram per dag is wel heel erg veel. Hè, maar dus beperk je niet tot de warme maaltijd, maar doe dat ook bijvoorbeeld bij een broodmaaltijd. Ja, ja. Kijk, en Gerry is niet gewend om tussendoor te gebruiken, dus dan krijg je een hele goede maaltijd zoals deze. Zeg maar. Een hele gevarieerde lunch eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En we hoorden zo in een tussenzinnetje ook, jij deed wat zout over je brood in verband met je bloeddruk. Mm-hmm. Kan je iets vertellen over Parkinson en bloeddruk? Ja, nee, wat je ziet is dat heel veel mensen met Parkinson vaak wat later in het beloop van de ziekte, na enige jaren, soms pas na een jaar of 10, problemen krijgen met de bloeddrukhandhaving. Mm-hmm. Mensen met Parkinsonisme, en met name de ziekte MSA en de Lewy bodyziekte, hebben dat veel eerder in het beloop van de ziekte. En het probleem is, normaal gesproken, als je een bloeddruk hebt en je zit, heeft dat een bepaalde hoogte en dat zakt als je gaat staan, omdat er wat bloed in je benen zakt. Bij mensen met Parkinson kan, deels door de ziekte en deels ook door de pillen,
die daling te groot worden. En zo erg dat je daarvan te weinig bloed hebt in je hoofd. Hè, wat in je benen zit, zit niet tegelijk in je hoofd. En dan val je flauw. En met flauw vallen kun je dus echt lelijk op je snuffer terechtkomen en iets breken bijvoorbeeld. En de truc is dat je dan met bijvoorbeeld zout, als het ware, het hele systeem een beetje optilt. Daarmee gaat de bovendruk wel een beetje omhoog, maar dat accepteer je. Je krijgt als het ware hypertensie, te hoge bloeddruk, zittend of liggend. Maar dat is eigenlijk het minste van je zorg, want die duizeligheid is akelig. Voelen mensen zich vervelend bij. Als je flauw valt en je breekt iets, dan is lijden natuurlijk helemaal in last. En een simpel schepje zout extra op het eten, wat mensen nalaten omdat ze bang zijn voor die hypertensie, is nogmaals, is het minst van je zorg op het moment dat je echt dat bloeddrukprobleem hebt. Dus, en dat dropje is ook nuttig, want in drop zit en zout, en er zitten aldosteronachtige stoffen, technisch woord, maar dat is eigenlijk een lichaams-eigen hormoon, wat de bloeddruk ook verder verhoogt. Dus de combinatie van een extra zout dropje en een schepje zout op je eten extra, kan helpen bij mensen die die duizeligheid hebben. Ja. Nou, mooie tips zo, allemaal bij elkaar, ja, even gebaseerd op jouw lunch. Wat heb je daardoor ook meegemaakt? Dus oh, die heb je echt meegemaakt? Nooit zaak voor. En nu gaat dat beter? Ja. Kijk. Ja. En dat was ook, die valpartij was ook wel in die periode na die DBS. Ja. Hè, dus wellicht dat die gewichtstoename daar ook nog wel een beetje aan te wijten was natuurlijk. Want dan heb je ook een periode gehad dat je niet zoveel kon. Hè? Dus dan ga je weer minder kon bewegen. Ja, maar wel datzelfde calorierijke dieet blijven gebruiken als daarvoor. Ja, en dan stapelt het natuurlijk een beetje op. Ja. Ja. Mag ik even aanhaken op dat dropje inderdaad? Want hè, dat stofje wat er ook in zit, dat zit bijvoorbeeld ook wel in zoethoutthee. Oh, en tegenwoordig heb je hele lekkere zoethoutthees. Ja, dus als mensen niet zo'n fan zijn van dropjes, dan kan je die bloeddruk ook nog wel eens omhoog krikken. Met het gebruik van zoethoutthee. En ik moet wel zeggen dat de een daar wat gevoeliger is dan voor de andere. Dus ik durf niet te zeggen dat het bij iedereen werkt. Nee. Maar sommige mensen hebben daar heel erg baat bij. En koud kan zo'n zoethoutthee natuurlijk best heel lekker zijn om te gebruiken. Ja. Ja. Goeie tip. Ja. En Karin, en als we nou, mensen zitten nu te kijken, zijn natuurlijk, de gezonde voeding. Wat is dat nou in het algemeen? Hoe gebruiken we dat in het algemeen, gezonde voeding? Waar kunnen mensen iets vinden over wat je nou in het algemeen kan doen als je gezond wil eten? Ja, nou in feite geeft het voedingscentrum zeg maar adviezen. Je kunt op de site gewoon kijken van, voor mijn leeftijd, wat zou ik dan per dag moeten gaan eten? Wat is de site, even voor de kijkers? Ja, www.voedingscentrum.nl. Okay. Dan kan je intoetsen, ben ik een man of een vrouw en wat is mijn lengte en gewicht? En dan geeft die advies van, jij zou per dag dit kunnen eten. En in de praktijk betekent dat mensen over het algemeen meer van de plantaardige producten moeten gebruiken dan dat ze gewend zijn. He, dus meer brood, vezelrijk brood natuurlijk, meer groente en fruit. En dat mensen meer vocht moeten gebruiken. He, dat we dat over het algemeen, we nemen allemaal weer een slokje. We drinken te weinig. En zuivelproducten, daarvan zien we ook wel. He, die staan toch wel vaak in een slecht daglicht. Maar ik denk zeker bij de ziekte van Parkinson, omdat zuivelproducten leveren hele belangrijke eiwitten. En überhaupt zijn eiwitten onderdelen van je spieren. En levert ook kalk, wat onderdeel is voor je botten. Hè? Op het moment dat je valt, dat je je botdichtheid goed op peil kunt houden. Hè, dus die horen daar eigenlijk ook in thuis. Ja, dus algemeen zeg jij dan in ieder geval, als je iets wil doen met voeding, dan is er misschien zelf al wel veel winst te behalen door voldoende eiwitten. Ja. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, de regel meer eiwitten dan je nu gebruikt, meer groenten en fruit dan je gebruikt en meer vezels. Ja. En daarmee kun je eigenlijk al heel wat doen. Ja, kun je in kleine stapjes je voedingsinname al heel goed verbeteren. Je hoeft niet al die dingen natuurlijk in één keer te doen. Wat me nu even opvalt is dat het dus meer van dat en meer van dat. Dan zal het ergens ook minder zijn. Ja. Waar is we hoeven bijvoorbeeld niet hele grote porties vlees meer te eten. He, in feite zegt het voedingscentrum vlees beleg op de boterham, dat hoeft eigenlijk helemaal niet meer. He, dus je hebt wel eiwitten nodig, maar je kan ze ook bijvoorbeeld uit de pulvruchten halen. He, linzen, kapucijners, dat zijn ook eiwitbronnen waar heel veel vezels in zitten. Noten zijn ook bronnen waar goede vetten in zitten, waar ook weer antioxidanten in zitten, waar vezels in zitten en waar ook weer goede eiwitten in zitten. Ja, ja. He, dus het is een beetje een verschuiving van wat meer plantaardig en wat minder dierlijke producten. En dat is natuurlijk voor het milieu ook veel beter. Ja. Dat is natuurlijk in deze tijd ook heel veel aandacht voor. Hè? En ook heel belangrijk om over na te denken. Ja. Nou, ik denk, dus het voedingscentrum geeft concrete adviezen. Ja. En daar zou iedereen zelfs wel even kunnen kijken om, wat eet ik nu of wat gebruik ik nu en waar zou ik al het ene... Ik wil zeggen,
dat wil ik dan nog wel even extra belichten, wat we toch heel erg veel zien, omdat, maar misschien komen we daar nog even over, omdat er een connectie is tussen je inname van je levodopa, zeg maar, en je eiwitten. He, dat heel veel het idee bestaat bij mensen met de ziekte van Parkinson dat ze minder eiwitten moeten nemen. He, dus, maar dat is dus zeker hey, en jij zegt dan een connectie? Nee, dus ik wil er graag op aanhaken, want dit is echt een superbelangrijk onderdeel. Dus je hebt die eiwitten nodig voor je spierkracht en je hele opbouw. En je hebt die kalkonderdelen nodig, maar tegelijk moet je de levodopa, dat geldt niet voor de andere pillen, maar Sinemet, Madopar of levodopa, niet tegelijk met eiwitten nemen. Nee. Ik heb echt mensen op mijn podium gehad, die namen de levodopa in met volle yoghurt. Werkte niet. Ik zei, neem het nou in met bubbelend mineraalwater. En in één keer werkt dezelfde dosis wel goed. Ja. Ja. En wat ik altijd begreep is dat je pieken in eiwitten moet vermijden. Dus in plaats van in één keer een pond biefstuk, bij wijze van spreken liever 5 keer een ons. Mm-hmm. Omdat die pieken ook heel vervelend zijn. En gaan interfereren met opname van de levodopa. Ja. Ja. Dus het belangrijkste advies is in ieder geval, neem je levodopa pillen niet in met een eiwitrijk product. Nee, neem dat met bubbelend mineraalwater, met appelsap of met appelmoes. Ja. Dat soort zaken, sinaasappelsap. Mm-hmm. Niet met een eiwithoudend product. Het liefst een half uur voor of een uur na de maaltijd. Ja. En jij bent wel een levend voorbeeld. Hè? Op een gegeven moment heb je heel vaak pillen. Ja. En dan moet je ook nog je maaltijden plannen. En dan ben je de hele dag met Parkinson bezig. En dat is natuurlijk vervelend. Ja. Ja. En toch is het belangrijk om daar goed naar te kijken. Want kun je minder eiwitten gaan eten als je Parkinson hebt? Nee, ja, dat is wat je zegt. Eigenlijk heb je die eiwitten gewoon wel nodig. Ja, je hebt ze dus nodig. Spreid ze. Ja. Ja. Nee, die eiwitten zijn bouwstoffen van je spieren en die gebruik je natuurlijk nogal, hè, zeker bij de ziekte van Parkinson. En, dus je wil voldoende eiwitten binnenkrijgen. En daarnaast moet je ook wel zorgen dat je gewicht dan stabiel blijft. Want op het moment, stel dat je aan het afvallen bent en je levert het lichaam wel brandstoffen, maar dat is te weinig, dan worden die eiwitten niet gebruikt voor de opbouw, maar dan worden die ook verbrand, zeg maar, om je kacheltje te laten branden. Dus om die eiwitten goed beschikbaar te krijgen, is het ook belangrijk dat je kijkt naar je gewicht. He, dat in ieder geval dan stabiel blijft. Ja. Want dan weet je zeker dat die eiwitten goed op zijn plek komen. En daar is beweging ook belangrijk. Ja. Want op het moment dat je alleen maar zit en je gaat extra voeden, zeg maar, dan ga je vetmassa maken. Dus je moet het ook naar de spieren toe brengen. Ja. Dus die combinatie. En ja, dat is ook heel erg belangrijk. Ja, dus dan zijn we eigenlijk weer heel mooi terug bij waar jij mee begon. Van als diëtist inventariseer ik in eerste instantie wat mensen nu al gebruiken. En dan kijken we dus onder andere ook specifiek, gebruiken mensen voldoende eiwitten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarnaast gaan we dat gewicht monitoren. En als dat dan te weinig is, dan kijken we weer specifiek naar hoe kunnen we dat dan veranderen. Ja. Ja. In een, nou ja, wat Bas ook vertelde van die pieken, hè, wat we ook wel doen, is dat we samen met met iemand dan gaan kijken van, ik heb het idee dat ik heel erg reageer op die pieken. Hè, dat je dan bijvoorbeeld samen gaat kijken van, nou, waar zitten die pieken dan? En volg nou eens een paar dagen dit en dat, een mindering, zeg maar, van die inname van die eiwit. En ga dan eens goed bijhouden hoe het eigenlijk met je Parkinson dan gaat. Ja, ja, dus dan houden ze bij wat ze eten en dan houden ze bij hoe ze zich voelen. En de momenten van de medicatie. Ja. En dan kunnen jullie na een week of zo kijken. Ja. Ja. En wat dan ook vaak wel duidelijk wordt, is dat, dat er wel wat te verdienen valt met het goed innemen van de medicatie. He, dat doordat mensen gaan opschrijven wanneer ze die medicatie nemen en wanneer ze eten en wanneer ze de klachten hebben, zeg maar, zien ze vaak wel dat dat ook wel een beetje te maken heeft doordat ze bijvoorbeeld wat gaan zitten schuiven met de pillen, omdat je toevallig net nog in het dorp loopt en de pillen niet bij de hand hebt, ik noem maar wat. En dan ga je dus ook later eten. Ja, waar ligt het dan aan? Aan het verschuiven van dat medicatiemoment. Dus daar kun je dan vaak ook al winst in halen. Ja. En soms kan dat verderop in de ziekte meer nodig zijn dan in het begin. Ja. Ja. En dat is per persoon denk ik ook heel erg verschillend. Ja. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. Ja. Dus het is niet op voorhand wenselijk dat je maar minder eiwitten gaat nemen, want dan kan je ook echt kracht verliezen. Heel duidelijk. Heel duidelijk. Ja. Ik heb nog zo'n andere vraag of misverstand wat geregeld, of in ieder geval de vraag die we binnenkrijgen is van, bestaat er nou een Parkinson-dieet? Nou, weet je, het Parkinson-dieet bestaat niet. En je kan die vraag, er zijn eigenlijk in twee etappes te scheiden. Er zijn de meeste kijkers hebben natuurlijk Parkinson. En als je één keer Parkinson hebt, dan is denk ik een goede gevarieerde voeding heel belangrijk. Ik denk dat die luie darmen is in mijn beleving een van de meest cruciale factoren. Want als je darmen niet werken, werken de pillen niet. Mm-hmm. Dus het nee, want dan blijven de pillen hier hangen. Die blijven komen hangen. Ze niet. Ja. Precies. Dus vezelrijke voeding, veel drinken, zorgen dat die darmen op gang blijven. Dat zou voor mij, als ik een Parkinson-dieet zou moeten benoemen, is dat het Parkinson-dieet. Mm-hmm. Er is wat dierexperimenteel werk, maar een muis is geen mens.
dat donker fruit, donker gekleurd fruit, hè, dus bramen, bessen, aardbeien, die bevatten veel antioxidantia, dat dat bij muizen iets goed doet, of dat bij mensen zo is, weten we bij niet. Bij muizen met Parkinson. Met Parkinson, precies. Mm-hmm. We zeggen vaak, neem regelmatig koffie, als je dat lekker vindt, hoeft helemaal niet. Waarom? Omdat koffie voorafgaand aan Parkinson het risico op Parkinson iets lijkt te verminderen. Bestanddelen van koffie worden getoetst nu om te kijken of dat iets gunstigs met Parkinson doet. Mm-hmm. Dat lukt tot op heden overigens niet. Dus als je het lekker vindt, kun je overwegen wat koffie. Ja, maar dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, we weten dat het iets doet in het mogelijk krijgen van Parkinson. Ja. Of het beïnvloedt, weten we niet. Maar nee, je kunt het allicht proberen als dat je het lekker vindt. Proberen. Ja. Dat zijn dingen die weinig bijwerkingen hebben die je kunt proberen. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Jij nog aanvullingen op het Parkinson-dieet? Nou ja, ik denk dat het voorbeeld van Gerry wel heel erg duidelijk maakt dat in de loop van de tijd zo'n voedingsadvies voor je kan gaan verschillen. Hè? Dus dat we in eerste instantie zeggen van je moet een hele vette boter nemen. En later zeggen nee, het moet toch weer een andere boter worden. Hè, dus er is, natuurlijk is gezonde voeding de basis. Maar dat fine-tunen aan de hand van wat is er op dat moment aan de hand. Zeg maar, dat maakt eigenlijk dat je niet kunt zeggen ik kan een lijstje uit de kast pakken wat voor iedereen goed doet. Dat nee, een lijstje niet. Hoor ik zeker niet. Ik hoor wel wat algemene tips over de schijf van 5 van het voedingscentrum, voldoende drinken, vezels en pas op dat je eiwitten niet zomaar gaat minderen en jij wilde iets aanvullen. Daar komen we zo ook nog even op, jij hebt het over spaarrood, komen we zo nog even terug. En misschien, want het heeft veel aandacht in de media gekregen, is het mediterrane dieet. Dat mediterrane dieet lijkt, als je daar trouw aan houdt, het risico op het krijgen van Parkinson wat te verminderen. Of dat betekent dat je het mediterrane dieet moet handhaven als je het één keer hebt, is vers 2. Dat is eigenlijk nooit goed onderzocht. Mediterrane dieet is veel olijfolie, veel vis, vruchten, noten, groenten, eigenlijk alle verstandige dingen. Maar juist weinig vlees en liever wat vis. En ook weinig melkproducten. Dus samengevat, als we het dan hebben over, zijn er voedingsmiddelen die het beloop van Parkinson kunnen beïnvloeden? Dan weten we eigenlijk weinig. Wat we weten gaat eigenlijk over de periode voordat mensen de diagnose krijgen. En daar weten we dan dat bepaalde voedingsmiddelen een rol spelen, maar absoluut niet. En dat zijn verbanden waarvan je ook de oorzakelijkheid niet eens kunt aantonen. Nee. Geef maar eens te meer aan. Maar wat ik wel goed nieuws vind, is voeding staat enorm in de belangstelling, ook bij de wetenschappers. Dus waar we het vroeger alleen maar hadden over pillen, zijn we later gaan praten over sporten. En nu is de volgende belangrijke factor gezonde voeding. Ja. Dus dit zijn al verstandige dingen die we nu weten. Er moet nog veel meer onderzoek gebeuren om dat nog beter evidence daarvoor te vinden. Nou, gezonde voeding, leefstijl, we zijn allemaal bezig natuurlijk. Iedereen probeert elke dag een maaltijd op tafel te krijgen. Een leuk bruggetje, denk ik, naar de vlog vandaag in een nieuw jasje. Vanaf dit jaar laten we een expert op het gebied van waar we over praten zijn kijk delen op het onderwerp. En vandaag is dat chef-kok Rinus Verwij uit Bunniken. Goedendag, ik ben Rinus Verwij, ik ben 52 jaar, ik ben chef-kok in restaurant Vroeg. En koken is mijn passie. Wat houdt koken in voor ons? Koken is koken met producten uit de regio, op smaak, op kleur en zeer smaakvol. Hoe werkt dat? Ik heb heel korte lijntjes met onze leveranciers. Die bellen op en die zeggen, ik heb veel tomaten over. Nou, wat doen we daarmee? Nou, als basis zeg ik dan van, ik neem alle tomaten af. Ik maak een hele grote pan soep of saus. En daar maken we een aantal afgeleiden van. Waarin wij heel sterk zijn is om elke dag te variëren in aardappelen, groenten, rijst, pasta. En daarin wekelijks een variatie te maken. Dat is ook wat ik de mensen thuis vaak als tip geef. Zeg, maandag is vaste aardappeldag, dinsdag is vaste rijstdag en woensdag is vaste pastadag. En ga daar eens mee variëren. Dat betekent, je hebt je pan soep gemaakt van tomaat. Daar kan je een saus van maken. Dat kun je gebruiken op pizzabodem om daar een lekker ding van te maken. Je kan het grillen zoals op dit gerecht. En ga mee in de seizoenen. Nou, de seizoenen is voor ons nu de winter. Waarin je zegt, er is geen kleur. Nou, ik heb hier een potje gemaakt met zoetzure groenten, waarin ik toch wil laten zien dat een simpele kyogia biedt, heel veel kleur kan geven aan je gerecht. En dat is wel waar wij voor staan. Kleine tip voor thuis, denk niet alleen in koken,
Ik heb hier een bordje kip voor me, waarin we schorseneren hebben, gefrituurd. Hoe doe je dat thuis? Gewoon met een goed wassen, met een dun schillen, heel dun schillen. Even kort frituur, beetje zout erop en je hebt een heerlijke soort groente. Nou, de tomaat van daarnet al, we zeiden van nou, die kunnen we mooi grillen. Aardappel, hoeft niet altijd gekookt te zijn, kan ook lekker uit de oven, op 200 graden. En kruiden toevoegen, rozemarijn, tijm, knoflook, zeezout. 20 minuten in de oven en je hebt een aardappel zoals hier op bord. Ja, en het kippetje, dat mag niet ontbreken, dus eet smakelijk. Ja, ik moest wel een beetje lachen toen ik deze vlog zag. Ik weet niet of u dat ook zag, maar ik ben geen kok. Maar een simpele quiocha biet, dat vond ik al best wel hoog staan, ja. Zeg maar. Ja. Maar misschien geldt dat voor mij. Ja. En nou, Rinus geeft al wat praktische tips, hè, hoe je kunt variëren door je week heen. Hoe je met kleur ook het een en ander kan doen. Heb jij daar nog aanvullende tips op, Karin? Hoe je je eten ook wat... Ik denk niet dat we allemaal met het gemak koken wat hij doet. Hè. En voor mensen kan het ook best wel een hele klus zijn. Hè. Maar ik denk inderdaad de tip van ga eens op een rustig moment in de week eens bedenken. Wat ga ik komende week eten? En dan is heel eenvoudig maandag aardappelen, dinsdag rijst, woensdag pasta. Dat kan al heel veel variatie betekenen. En wat hij ook wel als tip gaf. Hè, op het moment dat je minder geur hebt, is het toch wel... Ja, je kunt overal wel meer zout op gooien. Maar op het moment dat je daar geen problemen... met je bloeddruk heb, is dat helemaal niet nodig. Dus je kan ook veel meer met kruiden werken. Ja. En dat doet hij ook. En dat maakt het natuurlijk ook dat het er leuker uitziet. Maar ja. Dus daar zijn wel tips voor. Ja. Ja. Ik weet niet of je iets wil laten zien. Hè? Een collega van mij heeft daar inderdaad ook een kookboek voor geschreven. En dat houdt ook echt wel rekening met dat je minder geur hebt. Dus welke culinaire tips zitten er wel bij? Hè? Welke specerijen kan je nog extra aan bepaalde gerechten toevoegen... zodat het toch echt weer wat meer smaak krijgt. Zeg ja, dit is een kookboek gemaakt of geschreven voor mensen met Parkinson. Ja. Is dan ook rekening gehouden met waar we het in het begin even over hadden... dat het klaarmaken van eten soms wat lastiger is? Ja. Want ik kan me best voorstellen dat mensen nou denken... nou, we hebben het al heel veel dingen gehad. Het is eigenlijk heel erg complex. Ja. Je hebt al Parkinson, dus er zijn nog meer dingen complex... waar je soms over na moet denken dat... Nou, het houdt nogal niet wat in. Als je ook nog na wil denken over en de tijden van de medicatie... en wat je dan tot je moet nemen en hoe je dat dan nog tot je neemt. Ja. En, nee, klopt. Ik vind het zelf altijd heel prettig als het gerechten zijn die je van tevoren kunt maken. Ja. Ja. Anders dan zit je daar tegen klok aan te hikken. Ik vind dat qua energieverdeling ook wel... Mm. waar we het net over hadden, schil aan de 's ochtends vaste aardappels voor 's avonds. Nou, daar lijkt het een beetje op. Hè? Dat je het klaar kan maken in de oven en dat je ook weer voldoende energie hebt... als je dan aan tafel gaat zitten om ook daadwerkelijk te eten. Ja. Hey, het is een prachtig boek, hè? Echt mooi gefotografeerd ook. Handige tips voor de handvaardigheid en de smaak. Als mensen nou kijkers zeggen, ik wil de boek... Wat moeten ze doen dan? Na afloop van de uitzending komt er een linkje in beeld... waar u dus inderdaad naar het kookboek wordt doorgeleid. Dat is nog eens handig. Ja. En dat geldt ook voor de uitzending die we eerder hebben gemaakt... over voeding en Parkinson. Mm-hmm. En voor wat andere tips nog. Dus na afloop van de uitzendingen kunt u dat allemaal terugkijken. Gerry, jij noemde net al even wat, hè? Maar je hebt allerlei dieetadviezen. Of in ieder geval, je hebt wat adviezen. Mm-hmm. Hoe is dat in de thuissituatie? Want jij leeft met jouw man samen. Mm-hmm. Is het complex? Nee, wij leven met z'n tweeën en in een tweepersoons huishouden. Mijn man moet rekening houden met de bloeddruk die te hoog is. Maar dat gaat eigenlijk heel simpel en heel eenvoudig. Van de, ja, dus jij doet bij jou... Ik doe de vol, de light en hij doet dan weer de pro B-cel. En nou, op zich is dat heel goed te combineren. En beïnvloedt het jou in de keuzes die je maakt om uit eten te gaan of met vrienden af te spreken met eten? Nee, daar genieten we allebei heel erg van, dus dat houden we mooi in. Ja. Mooi. Ja. En is dat ook iets, ik kan me voorstellen dat mensen die vraag dan stellen, mag ik dan niet meer uit eten? Mm-hmm. Of wat zeg je dan? Ja, ja. Nee, dat ze dat alsjeblieft moeten blijven doen. Hè? En dat er geen reden is als je partner hebt dat je niet uit eten mag. Nee, en dat je ook zeker gewoon af en toe, ondanks dat je wat dieetadviezen hebt, best wel... Zeker. Soms kun je gewoon... Een beetje rekening houden met bijvoorbeeld een salade is heel lastig eten. Ja. Dan neem ik dat niet en dan pak ik iets anders. Ja. 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 Dus zo anticipeer je zelf een beetje op wat handig is of makkelijk is. Slim. Ja. Ik kijk even of we nog een paar kijkersvragen hebben binnengekregen die ik nog aan jullie voor wil leggen. De eerste is, kunnen probiotica helpen als je last hebt van je darmen?
Ik denk dat ik hem naar jou doorspeel. Wat ik zie in de literatuur is dat er in ieder geval gericht onderzoek bij Parkinson nooit is gedaan. Dus dat weten we gewoon niet. Dat betekent niet dat het niet goed is, betekent niet dat het slecht is. We weten het gewoon niet, maar misschien weet jij er iets meer in de algemene zin nog. Ja, nou, er wordt eigenlijk sinds 2015 wordt er wel het onderzoek naar gedaan. Hè, omdat we de muizen steriel kunnen maken en bacteriën kunnen toevoegen en kijken hoe het dan gaat eigenlijk. Wacht even, muizen steriel kunnen maken? Ja, de darmflora. In je darmen zitten allemaal bacteriën, zeg maar. En we willen eigenlijk een beetje weten, want probiotica zijn eigenlijk darmbacteriën, zeg maar. Die je dus gericht dan kunt toevoegen en dan kijken wat dat doet. Bijvoorbeeld op de werking van de levodopa of überhaupt op de Parkinson. En daar zijn een aantal onderzoeken gedaan en daar lijkt het wat gunstige effecten te hebben. Maar recent zijn er ook weer onderzoeken gekomen die laten zien dat als je die probiotica toevoegt, dat dat de werking van de levodopa minder maakt, doordat de levodopa eerder wordt afgebroken. Dus dan heb je daar juist weer nadelige effecten van. En we hebben ook wel gezien bij ernstig zieke mensen waarbij probiotica werd toegediend, dat dat hele ernstige gevolgen heeft gehad. Dus zoals er nu de stand van zaken is, moeten we daar echt nog veel meer onderzoek naar doen. En moet ik dan probiotica zien als die kleine flesjes die mensen dan, hoe zie ik dat? Ja, kleine flesjes of voedingssupplementen. Hè, die worden wel verkocht als zijnde van daarmee kan je je Parkinson gunstig beïnvloeden. Hè, maar het kan dus eigenlijk ook de medicatie tegenwerken, zeg maar. En, dus stel dat je al obstipatie hebt en dan komt die levodopa al niet lekker door en dan ga je nog probiotica gebruiken en dan wordt het eigenlijk meer in de zin dat het maakt dat je medicatie daardoor minder goed gaat werken. Dus dat de medicatie al eerder wordt afgebroken en dus niet meer in je brein terechtkomt. Dus kunnen probiotica helpen als je last hebt van je darmen, als je Parkinson hebt, in ieder geval niet zomaar beginnen met probiotica gebruiken. Baat het niet, schaadt het niet. Hè? Dat geldt niet. Dus voor nu, we moeten echt de wetenschap nog afwachten om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Ja. Terwijl het allemaal vrij verkrijgbaar is. Dus dat is een goed advies om daar niet zomaar zelf mee te beginnen. Bij mij in de familie zijn er veel mensen met intolerantie voor gluten. Is er een relatie tussen gluten en het verloop van de ziekte van Parkinson? Nou, bij mijn beste weten, ik lees alles wat los en vast zit over Parkinson, heb ik daar nooit een relatie tussen gezien. Dus volgens mij kunnen we daar kort over zijn. Nee. Ik denk niet dat een glutenvrij dieet iets gunstigs doet met Parkinson. Ik heb er nooit iets over gezien. Nee. Dus ook daarin niet zomaar beginnen met gluten schrappen als je dieet. We hebben het al heel even gehad. Maakt het nog uit hoe je medicatie inneemt? Het maakt zeker uit, doe het niet met eiwitrijke producten. Met water, iets anders? Dit is een grappig hoe je kennis krijgt. Kennis krijg je uit de literatuur, omdat er grote wetenschappelijke studies zijn gedaan. En kennis komt omdat je baas tegen je zegt, zo moet je het doen. En van mijn bazen heb ik weer geleerd dat het nuttig is om levodopa in te nemen met een zurige drank. Bijvoorbeeld bubbelend mineraalwater. En dan gaat het niet om de bubbels, maar het gaat om het koolzuur wat in die bubbels zit. Mm-hmm. Het kan dus ook zuur sinaasappelsap zijn. En het idee is dat levodopa wat een aminozuur is en dat aminozuur wat makkelijker oplost en daardoor wat betrouwbaarder in de darmen wordt opgenomen. Dat is ook wel de ervaring die heel veel mensen mij anekdotisch vertellen. Als je mij een geweer tegen mijn kop zegt en zegt, wat is de grote wetenschappelijke studie, dan kan ik hem niet oplepelen. Maar wij geven als praktisch advies, neem het dus niet in met melkproducten, maar neem het in met een zurige drank die je lekker vindt, bijvoorbeeld bubbelend mineraalwater. Ja. En dan hoor jij van veel mensen terug dat het daardoor beter en betrouwbaarder werkt. Jij gaf aan dat je dat ook deed, hè? Met spaarboten. Een andere truc die ik wel eens zeg is, bijvoorbeeld heel veel mensen gebruiken Madopar Dispers, die oplosvorm. Nou, die kun je ook prima in bubbelend mineraalwater oplossen. Dan blijft heel vaak van dat gruis ook een beetje hangen. Ja. En wat ik vaak zeg is, los dan nog een beetje vitamine C op. Je kunt van die knotsen kun je gewoon bij de supermarkt halen van 1000 milligram, dat is veel te veel. Die snij je bijvoorbeeld in vieren. En dan gooi je zo'n knots vitamine C erin, dat is ascorbine zuur. Ja. Maakt ook die drank weer zuriger en dat helpt ook weer bij het beter opnemen. Ja, precies. Dus een zure drank zou helpen om het beter op te nemen. Maar het is niet dat daar heel veel onderzoek naar is gedaan. Dus het kan ook maar zo zijn dat dat bij mensen dat zou niet of anders het zou kunnen. Werkt. Maar ik hoor wel anekdotisch heel veel goede berichten over. Dus wij geven dat bijna als standaardadvies aan onze patiënten. Ja. Okay. Denk wel dat er een uitzondering geldt voor grapefruitsap.
denk ik. Omdat daar een enzym is wat juist weer de leverdopa een beetje tegenwerkt. Zeg, wat ook maakt dat het maar heb je daar ooit een wetenschappelijke paper over gezien? Ik heb daar, want dat fabeltje gaat altijd de ronde. Ja, niet grapefruitsap. Ja, maar ik heb er nooit één artikel als je dat opzoekt. Ja. Oké, gaan we nazoeken. Gaan we nazoeken. Er is werk aan de winkel voor de komende week, hoor ik hoor het al. Ook vaak, maar ik heb er niks over gelezen. Nou, als u het gaat proberen, doen dan in ieder geval geen kreeftgroetsap. En dan kies een van de andere tips. Totdat wij anders berichten. Totdat wij anders berichten. Totdat wij gaan we bloggen. Hartstikke goed. Ja. Het is tijd om af te gaan ronden. Mm-hmm. Heeft een van jullie nog iets waarvan je zegt, dat wil ik graag nog meegeven of delen, wat nog niet helemaal goed belicht is? Gerrie, vind ik. Mm-hmm. Ik zou alle Parkinson-patiënten mee willen geven dat de Parkinson heel veel hulp kan bieden bij therapieën. En als je een vraag hebt of je zit ergens mee, bespreek het met je Parkinson, verpleegkundige of met je neuroloog. En benut de kansen die ons geboden worden. Ja. Mooi. Ja. Goed gezegd. Ja, dankjewel. Karin of Bas, nog een aanvulling op vandaag? Nou ja, ik zou zeggen, onderschat het belang van voeding niet. Als je vandaag deze uitzending ziet, denk niet het komt wel goed of ik leun achterover en de dokter moet het maar oplossen met zijn pillen. Nee, je hebt zelf als persoon met Parkinson, als familielid ook een enorme rol in het beter managen van je ziekte. Er hoort dagelijks iets doen waarvan je gaat hijgen, sporten, een stokpaardje. Ja. Maar er hoort ook gezonde voeding bij. Nou, voeding is natuurlijk in dat opzicht iets wat ons allemaal raakt. Hè? Want iedereen is daar natuurlijk mee bezig. Je hebt het zelf in de hand. En je moet dat ook toch een aantal keer per dag daarmee bezig zijn. Wat ik wel ook opgepikt heb, ga niet zelf allerlei dingen proberen. En als je op zoek bent naar advies, zoek een diëtist die verstand heeft van Parkinson. Ja. Waardoor je samen ook die stappen na kunt gaan. Hè? Ja. En mensen die ook het brede perspectief snappen van problemen met slikken of problemen met het klaarmaken van maaltijden. Om op die manier goed te kijken naar een advies wat je ook kunt implementeren in je dagelijks leven. Misschien dan heel kort, hè, want ParkinsonNet kennen de meeste kijkers wel. Mm-hmm. Ons landelijke netwerk van gespecialiseerde zorgverleners in Parkinson. Er zitten ook diëtisten in. Ja. Dus je hoeft niet allemaal naar Nijmegen, naar toe. Nee, doe maar niet. Op www.parkinsonnet.nl staat de zorgzoeker, dat landkaartje. Daar klik je op en dan kun je ook diëtist intikken. En kijken waar een diëtist in de buurt zit. En anders is inderdaad je Parkinson verpleegkundige ook een hele mooie route. Ja. Goed. Ik ga jullie de mond snoeren. We gaan afronden voor vandaag. Ja, mooi. We hebben ontzettend veel besproken. Vanaf morgen kunt u de uitzending nog eens terugkijken. Zoals gezegd kunt u ook nog wat extra materiaal vinden of de eerdere uitzending terugkijken. Daar hebben we ook wat meer gesproken over die interactie tussen eiwitten en voeding bijvoorbeeld. Wij ronden af voor vandaag. Na deze uitzending ziet u een korte video nog van Wetenschap Werkt. Een item waar we wat meer continuïteit aan willen geven. Een onderzoeker vertelt over zijn of haar onderzoek om u te informeren. En ook om te kijken of u zich mogelijk zou willen aanmelden voor dat onderzoek als dat van toepassing is. Voor nu ronden we af. Jullie heel erg bedankt voor jullie inbreng, voor het mooie gesprek wat we hier gehad hebben. Op 21 februari zijn we er weer met een nieuwe uitzending en dan praten we over Parkinson en relaties. En voor nu wens ik een goed weekend en tot de volgende keer.